Den Haag, Zoetermeer, Gouda en Delft zijn naast Amsterdam en Arnhem de steden met de meest geradicaliseerde moslimjongeren. Dat concludeert het tv-programma Nieuwsuur. De overheid steekt miljoenen in programma's en maatregelen die de radicalisering onder moslimjongeren moeten voorkomen. Maar de dreiging is ongeminderd groot. De supporters van ADO Den Haag hebben tijdens de wedstrijd tegen AZ de zieke oud-ADO-speler Ferry Bodde een hart onder de riem gestoken. De fans skandeerden in de zesde minuut, één minuut lang zijn naam. Bodde speelde jarenlang met nummer 6 bij ADO. Zaterdag ontwaakte hij uit een kunstmatige coma na een ernstige longontsteking. Reizigers moeten rekening houden met veel omleidingen van trams bij station Holland Spoor. Door werkzaamheden op een aantal plekken zijn de routes gewijzigd van tram 1, 9, 11, 12, 16 en 17. De trams stoppen op een aantal haltes niet meer.